straks kan je niet snel alles kleuren. Maar dat is niet snel. Maar die handen verwarmen. Dat is niet snel. Dat is niet snel. Dat is niet snel. Is het niet? Vanaf de handen zijn opgekomen de stemmen. Nu is het aan de stemballen zijn gaan om mee te brullen. En we gaan zien om in de heen te zitten. Als die uit taal ziet, is die online. Oké, okay. Is goed, is goed. Wat als het dat kan bij de mix wel?
En dan hebben we wel veel. We hebben hier Simon Meijzer. Met nummer 5, Quint Hai-Holly. Nummer 6, Kai van der Vuist. Nummer 9, Sam Gideon Pico. Nummer 12, Frans Blijberg. Nummer 13, Alex Porcello. Nummer 14, Servaas Buiskaart. Nummer 16, Haris Bratanovic. Nummer 17, Xander Pintelon. Nummer 25, Jesse Wollison. Nummer 13, Pierre-Antoine Gillet. And last but not least, the 29, Olivier Dropfontein. Coach van Pinos Tennis, Dario Tjentja. En als eerste coaches zijn Gael Bozer en Thierry de Klerk. En we zijn klaar voor deze wedstrijd. 3-2, make some noise! You all know what you have to do. No one, and I mean no one, comes into our house and pushes us around. Beste kijkers, welkom in de Correcdon voor de halve finale van de Lottobeker. De geenwedstrijd van de Lottobeker, deze avond in de Correcdon, en de terugwedstrijd krijgen we dan zondag namiddag om 15:30 in Charleroi. Wat de wedstrijd van vanavond betreft, zitten we hier terug met dezelfde ploegen als verleden week, vrijdag, juist een week geleden. Dit was dan voor de Phoenix League en dan heeft Oostende de duimen moeten leggen voor een goed speler Charleroi. Vanavond kan ik al melden dat Oostende zonder de Amerikaan Turman moet spelen. Die heeft zich namelijk gekwetst, waarschijnlijk op de wedstrijd in Turkije aan de enkel, en is voor een tijdje oud. Wat Oostende betreft is het vandaag de vierde wedstrijd in juist een week, in 7 dagen tijd. Na verlies in Luik, verlies in Basaksehir hier, dan verlies thuis tegen Charleroi. Is het dus de vierde wedstrijd in 7 dagen tijd. Charleroi zit in een hele flow, want die hebben 6 wedstrijden in de Phoenix League na elkaar gewonnen. Dus ja, wat wordt het vanavond? Dat moeten we afwachten. In ieder geval, het belooft een spannende partij te worden. Oostende heeft een heel degelijke partij gespeeld in Basaksehir dinsdag. En ja, spijtig genoeg na verlengingen verloren. Oostende start vandaag met
Van der Vurst, Thierry, Gillet, Buisgaard en Bleemberg. Bij Charleroi hebben we Prippelic, Makwa, Samardzic, Libère en de Nederlander Kuta. Ja, we hebben dus het Charleroi die aan een heel goede serie bezig is. 6 wedstrijden niet meer verloren. De eerste wedstrijd dat Oostende verloren was in Charleroi. Dat was de eerste nederlaag met 22 punten. En dus verleden week vrijdag hebben ze hier ook terug de overwinning behaald. Tegen een niet zo goed spelend Oostende. Samardzic bij de bal. Met Tyler van der Vurst op de huid. Ja, daar vraagt... Moet dat de bal inside? De bal gaat naar Prippelic. Screen van Buta. En daar gaat de bal naar Makwa. Rebound van der Vurst. Alles weer Bleemberg. Bleemberg, mooie pas. Assist naar Buisgaard. Ja, Bleemberg, heel veelzijdige speler. Kan goed een driepunter shotten. Heeft een goede pas in zijn handen. Pakt ook veel rebounds, voilà, dat is er één van. Dat is een heel, heel veelzijdige speler. Van der Vurst bij de bal, met Samardzic op de huid. Daar gaat Van der Vurst. Ja, en een fout van Samardzic. En coach Gerja vraagt dat het doelpunt zou helder zijn. Maar de fout was al gefloten voordat Van der Vurst op zijn lijn ging. Van der Vurst aan de bal. De bal gaat naar Itari met Libère op de huid. Krijgt de screen van Buisgaard. Die Carol misschien met Buisgaard. Nee, Van der Vurst een driepunter. En ja, en daar gaat de 5-0 op het bord. Makwa, de 19-jarige Makwa. Prippelic, Prippelic, Libère. Terug de bal aan Charleroi. Samardzic zal de bal ingeven. Ja, Libère naar Kuta. Terug Samardzic, de screening van Kuta. Krijgt de bal niet en daar gaat Samardzic voor de easy basket. De verdediging van Oostende zag er niet goed uit. In help defense. En daar Van der Vurst aan de bal. Ja, Buisgaard. Bleemberg, Bleemberg in 1 tegen 1. Ja, voilà. Speelt zijn gestalte uit tegen Makwa. Samardzic. Makwa. Screen terug van Kuta. Ja, als Libère. En daar Kuta inside, 1 tegen 1 tegen Buisgaard. Nu moet de help komen. Ik denk dat Gillet klaar was om help te geven. Ja, dat is vrijdag, Frederik. Vrijdag is de Puerto Ricaan Jackson. Dat was de grote... De MVP van de wedstrijd had slechts 7 punten aan de rust en heeft er in de tweede helft nog 21 bijgedaan. Die start nooit, komt van de bank. Prippelic, die een zeer zwakke wedstrijd heeft gespeeld vorige week. Maar ondertussen zondag wel een heel goede wedstrijd met Charleroi heeft gespeeld. Prippelic aan de vrijworplijn. Ja. Prippelic is een vrijworpen gooit aan 73%. Is ook nog een jonge kerel, pas 21 jaar. Is dit jaar voor de eerste keer in zijn selectie gehad voor de Sloveense nationale ploeg. Evenals Lisboa, die ook niet gestart. Die ook niet start, de Portugees. Dus er komt nog wat. Er kan nog wat van de bank komen bij Charleroi. En daar is de screening. Ja, pick and roll met Buisgaard, gaat niet door. Roman was niet vrij en daar mooie assist van der Vurst naar Gillet. Libère aan de bal. Moet
bij naar Biblis inside. Ja, mooie pas. En daar moet Buisgaard. Ja, Buisgaard is te laat. Let's go, Olsen, let's go. De Vurst. De defense van Samardžić. Ja, Buisgaard inside. Ja, balverlies van Buisgaard. Steal van Samardžić. En daar hebben we dan Libère met zijn gekende driepuntshot. Ja, fout. Fout van ondertussen is... Fogan op het terrein gekomen. Fogan, ex-Oostende, ook bij de satellietploeg nog in Oostende gespeeld, 5 jaar terug. Met coach Sam Rotsaert. Daar Blijnberg aan de bal. En daar Fogan op de huid van Blijnberg. Inside naar Buisgaard en een open shot. Easy layup voor Buisgaard. Tweede assist van de Vurst. Samardžić. Libère. Terug naar Samardžić. Ja, viel te gemakkelijk. Ja, een tip-in van Fogan. Niet uitgeblokt van Oostende. Fogan kan een gemakkelijke tip-in doen. Kairi. Libère op de vuil. Ja. En daar Blijnberg. Blijnberg wacht de screen van Buisgaard. Terug. Rescreening. Ja. Rescreening van Buisgaard. En daar hebben we de driepunt. Nee, toch niet. De driepunt shot van Gillet. En die gaat er niet. Het was juist op de 24 seconden buzzer. Libère. Met de screening terug met Kuta. Een driehoekje met Fogan misschien. Ja, voilà. En daar is dan... Een mooie driehoek van... mooie aanval van Charleroi. Ja, die Kuta. Een heel sterke speler. Heeft een enorme evolutie meegemaakt dit jaar. Komt van Limburg. Heeft in Alst gespeeld. En is dit jaar vaste waarde bij Charleroi. Kerel, Bouta is pas 22 jaar, ook in de Nederlandse nationale ploeg. Ja. Daar hebben we nu een als afstand. We zijn bijna halfweg de eerste corner van de daar terug. Daar denk dat Charleroi daar toch... Ja, ik dacht het. Coach Rotsaert zal een time-out natuurlijk nemen, want beneden daar, inside, wordt er dus geen enkele help defense gedaan. Er wordt niks in de weg gelegd van Buisgaard en die heeft ondertussen toch al een zestal punten gemaakt. Ja, Charleroi die dus aan een goede reeks bezig is. Staat in de binnigste competitie aan de leiding, tezamen met Oostende. We hebben dan ook nog Antwerp Giants. Drie ploegen met 4 verliesmatchen. En dan hebben we op de 4e plaats Mechelen met 5 verliespunten. Met 5 verlieswedstrijden excuseer. En op de 5e plaats is dan Limburg met 6 verliesmatchen. Dus dat zijn voor het moment. Dat is de virtuele stand. Wanneer de competitie nu zou eindigen, zouden deze 5 ploegen de Elite Gold pool spelen. Maar er zijn nog 4-5 wedstrijden. Sommigen hebben al 14 wedstrijden, anderen hebben al 15 wedstrijden, anderen hebben nog maar 13 wedstrijden, dus er is nog van alles mogelijk. Maar we kunnen toch al met bijna zekerheid zeggen dat Charleroi, Oostende, Giants en Mechelen toch de Elite Gold. Terug naar de bekerwedstrijd van vanavond. Ja, bij een 13-8 stand met nog 5 minuten 30. Ik wil de kijkers ook mededelen dat de wedstrijd Luik-Antwerpen, die ook deze avond moest gespeeld worden, uitgesteld is wegens het slechte weer. De bus raakt niet tot aan de Countryhal in Luik en daardoor is de wedstrijd uitgesteld naar zondagnamiddag om 15.30 uur in de Countryhal in Luik. Ja,
is op het terrein gekomen. Schoppen met een die de laatste weken op hoog niveau speelde ook. Dit jaar heel goede wedstrijden al. Dikwijls al gekwetst geweest, vroeger ook bij Antwerp Giants. Maar nu dit jaar bezig aan en daar is dan de vedette speler van Charleroi, Jackson, de Puerto Ricaan. Ja, daar Samardžić. De buzzer shot. Andere Vurst, Samardžić op de huid, ja. Daar terug met Gillet. Driepuntshot van Van der Vurst. Ja, die gaat verder op zijn elan van dinsdag. En Bajesje hier is daar begonnen met een 3-op-3 van driepunters. Nadat Barcelo vervangen was en met een 2-op-2 ook gestart was. Qua driepunters. Ja, mooie goede rebound van Buisgaard. Screening met Van der Vurst. Daar terug, de screening. En daar de driepunter van. Ja, ja. Tot, 19-8 na 6 minuten. Samardžić. En daar is de driepunt van. Ja, airball. Die gaat dezelfde weg op als vrijdag, tweede week vrijdag, had hij slechts 7 punten aan de rust. Maar heeft er dan nog, zoals ik al zei, 21 bijgedaan in de tweede helft. Jackson die zijn drie punten gooit aan 30,5%. En daar is dan Garis Bratanovic. Let's go, let's go! Van de Vurst aan de bal. Ja, mooie pas naar Gillet. Ja, voilà. Charleroi die precies toch nog niet wakker is in defense. Een paar keer in de luren gelegd door het insnijden van een Gillet, van een Buisgaard. Een Gillet in de vrijwoordplein. Ja. Een Gillet die vrijworpen aan 65% gooit. Dat zal een 2 op 2 zijn. Ondertussen is de stand opgelopen tot 21-8. Daar Lisboa, de Portugees Lisboa. Dit jaar ook internationaal geworden in Portugal. Heeft ook al een heel goed seizoen achter de rug tot nu toe. Ja. Wedstrijd van vrijdag was Lisboa heel goed, scoorde ze 15 punten aan 75%. Ook Natankuta was in een heel goede bui vrijdag ook. Maar ja, vandaag bekerwedstrijd is weer een andere competitie. En nu dat Oostende uitgeschakeld is voor de Champions League, kunnen ze zich volledig concentreren op de beker en de competitie. De B-Nix competitie. En een shot van Thierry. Ja, Los Boa. Jackson. Jackson met de screening. Ondertussen is Ozegé op het terrein gekomen. 2,08 meter lange Ozegé. Een mooi shot van Fogan. Ja, Fogan die hier ook met een 2-op-2 begonnen is aan de wedstrijd in het eerste quarter. Thierry met de screening van Berantanovic. Thierry die probeert. Ja, mooi. En daar een blokshot. Ja, een wanhoopspoging van Fogan. Die kon er beter mee doen, denk ik. Van de Wisterweg aan op de bal. Die van Gillet. En daar is de drie punten van Gillet. En rebound van Ozegé. Jackson aan de bal. Puerto Ricaan Jackson. Ja, naar de weak side, naar Schoepen. En een drie punter.
En daar is razende Gerja, staat in de helft van het terrein. Is enorm kwaad. Ja. Ja, de ploegen voor het moment die de plakswijn in de dienst lieken zijn in feite Charleroi. Met een 6 op 6 en ook Antwerp Giants die aan een hele goede remonte bezig is. Giants ook 6 op 6 en hebben zich ondertussen ook genesteld in de kop van het klassement. We mogen bijna met zekerheid zeggen dat Antwerp Giants met 4 verlieswedstrijden bijna zeker is van de Elite Gold poelen. Ja, er zijn toch met de feestdagen en zo sommige dingen gebeurd. Wat dat Luik betreft kom ik daar straks op terug, maar er zijn een paar verschuivingen van spelers. Zo is bijvoorbeeld Skipper Brown, die bij Leuven de deur is geweest, die is verhuisd naar Brussel. Toumba, die bij Brussel is wel ingehaald, is verhuisd naar Luik. Roy Schem, die de laatste wedstrijd bij Antwerpen voor de feestdagen de startspeler was, heeft dus besloten via zijn manager om niet meer terug te keren naar Antwerpen, maar daar kom ik straks op terug. En dan hebben we in Aalst met de kwetsuur van Vermoessen heeft Aalst een zege binnengehaald, maar heeft op zijn buurt nu slecht nieuws, want Popovic, de 2 meter en 10 man, is verhuisd naar Litouwen. Hij gaat daarbij een topploeg in Litouwen spelen, dus ja, weer werk op de plank voor Okapi om een nieuwe speler aan te trekken. Daar hebben we Thierry aan de bal, Jackson op de huid, screening, en daarom ook de jonge Pintelong, 19-jarige Pintelong op het terrein. En daar gaat ook Barcello zich gereed zetten om waarschijnlijk Van der Vuurst te vervangen, balverlies van Pleinberg. Daar Jackson, terug de driepunter van Schoepen. Ja, 2 op 2 voor Schoepen. Ja, maar die kan het hoor. Schoepen. Ja. Schoepen, voilà, zoals ik gezegd heb, komt Barcello op het terrein in de plaats van Kei van der Vuurst. Ja, Schoepens, die zijn drie punters gooit aan 36%. Als hij in zijn dagje is, kan hij de verdediging van Oostende enorm pijn doen hoor. Barcello met Lisboa op de huid, ja. En daar is Blijnberg met een drie punter. Ja, zal ook denk ik een 3 op 3 zijn. 3 op 4. Blijnberg. Tussen is de stand geëvolueerd naar 26-17 in het voordeel van Oostende. En daar de driepunter van de Schoepen. Barcello. En 1 tegen 1 tegen Jackson. Voilà. En de mooie, ja. Bratanovic die hele goede handen heeft, want normaal was die bal verloren, maar Bratanovic heeft die bal toch gerecupereerd en ze hebben toch moeten de fout op de inside speler doen. En daar is dan Samarčič terug in de plaats van Lisboa. Vrij wordt voor Bratanovic. Ja. Bratanovic die zijn vrij worpen dan 75% binnengooit, gemiddeld. Ja. Dat is 10 punten kloof, 11 punten kloof. Met nog 50 seconden op de klok en daar gaat de Ruxa. Ja, mooie blokshot van de jonge Pintelon. Ja. Ja, creëert Saalsen, de shot, easy basket, Leop. Jackson, training van Buta, daar die Buta moest de bal gaan naar Barcello en ze was een mismatch. Gaan ze niet goed gezien bij Charleroi. Die bal moest naar Buta, ze hadden geswitcht en Barcello stond in de rug van Buta.
de bal. Tyree terug naar Marcel. Daar komt de screening. Ja, Rantanovic nog rescreening. Nee. Naar de long rebound. De long rebound van Bleienberg. Zo gaat het hier. Ja. Tijd geworden voor het Lucky Shot spel. Bij Holiday Sweeters. En we spelen dat vanavond met de Potsie. Ja. Dus zoals ik al heb gezegd, de wedstrijd, leuk, Antwerp-Challenge is uitgesteld naar zondagnamiddag. De slechte weersomstandigheden in het leukste. En dan volgende week, woensdag, is dan de terugwedstrijd in de Lotto Arena. Jullie hebben 1 minuutje tijd. 3, 2, 1, start! Ja, Oostende die dus van zijn laatste 4 wedstrijden er 3 verloren heeft. De wedstrijd als ze gewonnen hebben was dan nog met verlengingen in Leuven zondag. Waar zitten de fans van Potsie en Oltis? Het Luik 2.0 en de Montrigal verloren tegen Bajek Segeer. Dan verlieswedstrijd tegen Charleroi. En dan natuurlijk ja, dinsdagavond ook een verlieswedstrijd in Bajek Segeer. Ja, ze hadden nogthans de kans om door te stoten naar de Final 16. Hadden de wedstrijd Ginder gewonnen op een heel overtuigende wijze. En dan hier thuis in de correcte dome. Iedereen dacht ja, de buit is binnen. Voor de eerste keer Oostende naar de 16e finales van de Champions League. Het was een poelen met 4, met Bom, Manresa en Vilnius Ritas. Maar ja, dat is... Daar kan men alleen maar nu van dromen. En dat kan Oostende zich nu volledig focussen op de competitie en de beker. Charleroi die aan een heel goed seizoen bezig is ook. Goed Zoutzaart die daar met deze jonge groep toch een heel goede job doet. Oostende is de jongste ploeg in de Champions League. Met een gemiddelde van 23,8. Maar in de Belgische competitie is er nog een ploeg die jonger is en dat is de tegenstander van vanavond. Spirou Charleroi, die met een gemiddelde van 22,8 jaar de jongste ploeg van de competitie is. Alleen Libère, 32 en Schoepen, 28, zijn bij de oudjes gerekend. Maar ja, 28 jaar, Schoepen. En de rest is allemaal beneden de 23. Jackson met de rebound en een mooi pas naar Schoepen. En de fout van de jonge Pintelong. Pintelong 2,9 meter. Het is lang geleden, is de laatste wedstrijd niet meer op het terrein verschenen. Maar ja, doordat Toerman, de Amerikaan Toerman, gekwetst is, zal de rotatiemogelijkheden hem bijbrengen dat Pintelong zijn minuten zal krijgen. Pintelong... die op de 4 zal spelen nu met Bratanovic op de 5. Ondertussen is ook Buijsen op het terrein gekomen. In plaats van Bleienberg. En daar gaat Barcello. Barcello. Buijsen. Daar Tyree aan de bal. Ja, daar Tyree. En daar moest de pas naar Bratanovic komen. De verdediger van Bratanovic. Ja, Makwa. Ja, mooi. 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 19-jarige Makwa. Speler met veel progressiemogelijkheden nog. Nog maar 19 jaar Makwa. Daar Barcello. Barcello die de laatste weken heel goed zijn 3-punters binnengooit. Het is een beetje discussie als Barcello wel een point guard is of een shooting guard. Ik denk, ja, de meningen zijn verdeeld, maar natuurlijk, Barcello heeft niet de court vision dat een Van der Vurst heeft of een Dusan Djordjevic. Maar met
terugkomst waarschijnlijk van in februari van Dusan Djordjevic zou Barcelo alleen kunnen opschuiven naar de twee positie dan. En dan hebben ze met Dusan een terug een betrouwbare point guard bij. Afwacht natuurlijk hoe Dusan op zijn bijna 40-jarige leeftijd dat nog zal aankunnen. En daar een ja, bal aan Charleroi. Ja, Dusan Djordjevic die naast gaan zijn revalidatie nog altijd bezig is. En hij verwacht zelfs dat hij in februari terug op het terrein zou kunnen verschijnen. Ja, Samarčić met de screening van Buta. En daar de bump van Hoed van... De bump van Pintelon. Ja, fout van Schoepen. Ondertussen op het terrein ook verschenen nummer 89, ja, het geboortejaar van Trois-Fontaines. Ja, coach Gerja niet tevreden, dacht aan een opzettelijke fout, maar assistent coach Jerry de Klerk moet hem tot bedaren brengen. En daar ondertussen gaan ze de referee review bekijken. Wat daar juist gebeurd is en ondertussen profiteert coach Gerja van een time-out te nemen. Ja, vorige week vrijdag was het op een bepaald moment. Stonden de referees meer aan de review dan op het terrein. Drie of vier keer dat de wedstrijd was stilgelegd in de tweede helft. Ja, dat is niet ten goede van het spel natuurlijk als de wedstrijd altijd maar doel wordt gelegd. Nu nog discussie onder elkaar. Ja, en de scheidsrechters moet ik nog vernoemen. Dat zijn hoofdscheidsrechters is de heer Jacobs. Dan de heer De Gond en Van der Heijden. Dat zijn de drie scheidsrechters voor deze avond. Ja. Ja, ja, ja. Dat is... Ik zeg dan niet tevreden met de beslissing van de referee review. Kom aan, Oosten, met z'n allen. Let's go, Oosten. Waar de Gilles die terug klaar zit. En in de plaats van Pintelon. Ja, die heeft zijn job gedaan hoor, Pintelon. Ja, die kan wel nog eens een minuutjes krijgen met de afwezigheid van Turman vandaag. Altijd op de vierde positie spelen. In plaats van Turman. Maar de... Small ball zal deze wedstrijd met Gillet en Turman, die zo goed werd in Turkije, zal vandaag dus niet kunnen gedaan worden met de afwezigheid van Turman. De beste periode was met Turman en Gillet. Turman op de 5 en Gillet op de 4. Ja, Barcelo aan de bal. Daar is Gillet. Catch and shoot. Dat kan hij. Ja, drie punten toch. Specialiteit van Gillet, catch and shoot. Dat is precies een balvuur dat hij in zijn handen heeft. Hij heeft de bal nog niet goed vast, hij is al vertrokken. Dat is natuurlijk altijd een voordeel. Wanneer dat de close-out komt, zijn ze altijd te laat. Dat is ook bijvoorbeeld eigen aan een speler. Voilà, daar terug. Ja, dat is ook eigen aan een speler als De Lalieu van Limburg. Een beetje dezelfde type. Ja, en zo is de stand ondertussen opgelopen naar 38-24. Met nog 7 minuten 26 te spelen. 38 punten al. Charleroi heeft nood aan een paar stops. Drie punter van Buyse. Nog wel een melderen zouden ze toch moeten, enkele stops hebben, Charleroi. En daar de driepunt. Terug driepuntshot van Gillet. Ja, de vraag was hoe zullen ze uit de wedstrijd van dinsdag in Turkije terugkeren. Maar blijkbaar, ja,
shot met weinig overtuiging van Samardžić. Zullen ze terugkeren uit Turkije naar de nederlaag en met verlengingen, maar dat is er zeker niet aan te zien in de eerste helft. Daar gaat Chile en Barcelo met zijn drie. Ja, een driepunt festival. Maar het wordt toch een beetje gemakkelijk gemaakt van Charleroi, denk ik. 20 punten verschil op het bord. Ja, ondertussen heb ik nog nieuws over de Antwerp Giants. Dus met het ontslag nemen van Roy Schemp hebben ze direct gereageerd in Antwerp Giants en hebben ze de 29-jarige Serviër Marinkovic aangesloten. Dan hebben die man kunnen zien zondag in de wedstrijd met Antwerp Giants. Dat is een heel degelijke center. Heel ander speler dan Roy Schemp. 2,08 meter. Hij heeft al enorm ervaring. Rode Stijl Belgrado gespeeld, Partizan Belgrado. Rode Stijl Belgrado, Polen en Kroatië, Turkije, Slovenië. En ook in de ABA-liga. Dus waar dat verschillende Balkanlanden aan deelnemen. Het is een echte vijf, een echte centerspeler. Speelt makkelijk met de rug naar de ring. En is een andere speler of de Roy Schemp. Die dus besloten heeft via zijn manager om niet meer terug te keren naar Antwerpen. Antwerp Giants. Ja, de inworp voor Charleroi. Ja, Marinkovic bij Antwerp Giants zou wel iets ontbrekende schakel kunnen zijn. Samardžić, winning van OCG. Liber. En naar Mokwa, ja, 3 seconden natuurlijk, ja, stond geparkeerd. Osege stond daar, had zijn tentje opgeslagen. En Barcelo aan de bal. Samardžić de huid. Barcelo, en daar is Gillet. En Trafontein, ja. Herbo, daar nog een goede save. Een goede save van Gillet, maar ja, de bal is voor Charleroi. En daar een onderrondje tussen Gillet en Prepelic. Precies iets. Kwam ons de defense. Samardžić. Weer aan de bal. Naar de help van het ging van Bertanovic, ja, die bal moet naar. Ja, een wanhoopspoging van Liber. Had zich daarin moeilijk ingebracht in centerpositie. Ja, de bal. Slechte pas van Trafontein. De bal was te lang onderweg. En had Charleroi de gelegenheid om de stier te doen. Daar Prepelic. Ja, Charleroi. Let's go, Oslo, let's go. Marcelo. Marcelo met de screening van Gillet. Gillet naar Buyse. Buyse terug naar Gillet. En daar de driepunter van Buyse. Ja, normaal Buyse. Een hele goede driepuntshotter. Ja, en daar gaat hij op zijn drive. En en 1. Dat kan een 3 punten worden voor Buyse. 2 punten en 1. Stemde die blijkbaar niet onder de indruk is van zijn beladen programma. Speelt vandaag een goede eerste helft. En Charleroi met als starspelers Jackson en Lisboa. We hebben nog niet veel kunnen tonen. Samardžić aan de bal. Ja, screening van Prepelic en re-screening. Daar gaat terug Samardžić.
En een goede rebound van Ozege. Ja. Ja. En dan gaat hij voor een 1 tegen 1. Ja, een fout. Charleroi is aan zijn, nu pas aan zijn vierde ploegfout toe. Dus vanaf nu, iedere fout wordt bestraft met 2 vrijworpen. En, nu natuurlijk ook was Brantanovic op zijn shot en mag hij ook 2 vrijworpen nemen. De eerste gaat binnen. De stende pas heeft slechts 2 ploegfouten. Nog 2 fouten doen voordat de penalties gegeven worden. En die bijna de bal. Terug. Ja. Ozege krijgt natuurlijk. Terug met Barcelo. Stond terug met Barcelo in zijn rug. En daar Buisgaard in de plaats van Brantanovic. De foute last bij Oostende, geen enkele speler buiten. Kom op, Oostende met z'n allen, 3-5! Buiten Buisje die meer of meer valt, die Buisje 2 valt. Ja, mooi pas. Mooi van Samardžić. Assist en goed afgewerkt van Ozege. Marcelo. Screen van Buisgaard en. Ja, mooi. En daar komt hij. Ja, het gaat zo vlot bij de stand vandaag. Het gaat zo vlot. En daar heeft Tiber zich gekwetst, denk ik. Talman kan over de trein. Ja. Stende die de afwezigheid van Tuurman absoluut nog niet gevoeld heeft vandaag. Discussie. Vrijworpen voor Buisen. En daar gaat Liber van het terrein en komt Jackson terug. Jackson die nog geen enkel punt heeft gescoord in de eerste helft. Jackson heeft een gemiddelde van 16,1 punten per wedstrijd in de Beneke competitie. Op, daar Barcelo. Kairi. 1 tegen 1 tegen Jackson. En daar de fout. Goede penetratie van Thierry. En 2 vrijworpen. Ja, Thierry. Nog niet de veelscorer vandaag. Slechts 4 puntjes. Maar men weet dat Thierry ook bekwaam is om in 1 helft 20 of 25 punten te maken. Dat is de man to go bij Oostende. Wanneer er moet gescoord worden, dan is Thierry altijd van de partij. Kan ook soms overdrijven natuurlijk. Soms te veel forceren. Maar is toch een heel goede speler hoor. De eerste vrijworp is binnen. Daar is de stand 55-29. Ja, je moet altijd rekening houden dat er nog een terugwedstrijd is natuurlijk. De halve finale is over 2 wedstrijden. Dus ja, het is kwestie van de ploeg die achter staat van toch zo weinig mogelijk met punten te verliezen. Want er is altijd nog de terugwedstrijd zondag. Dus
in ieder geval moet men tot de laatste seconde spelen. En daar mooi, en daar moest Buisgaard toch... Buisgaard, ja, ja. Buisgaard zegt, Gilles, hij staat op de drie punten. Is een puntje meer dan dat ik ze maak. Hij stond ook onder de korf. Ja, bal naar Boeta. Boeta die ook vandaag nog niet zijn beste wedstrijd speelt. Dat mag over heel de lijn toch gezegd worden van Charleroi. Er zit geen uitblinker bij. Daar Thierry. En de fout. Terug twee vrijworpen. Ja, in ieder geval wat dat er ook vandaag gebeurt. Charleroi is toch de openbaring van het seizoen hoor. We hebben twee maal tegen Oostende geworden in de Bienix competitie. We hebben in de kwartfinale Kangaroes Mechelen uitgeschakeld. Dus ja, de jonge harde van coach Rotzaart heeft al zeker bewezen tot wat ze in staat zijn. Er is nog een ploeg die nog kan groeien. Figuurlijk dan. Maar het seizoen is zeker al geslaagd van Charleroi. Ze zitten zeker al bij de Elite Gold. En dan, ja, dan is alles mogelijk natuurlijk. En daar, ja, goede defense van Buisgaard. Laat zich niet aan de kant zetten van de veel zwaardere Boeta. Boeta die probeerde op te schuiven, maar Buisgaard die hem goed... Marcelo, de bal. Thierry. Ja, en de steal van Fogang. En de balverlies van Thierry. En daar is weer de coach Gerja razend voor de slechte pas van Thierry. Ja, 60-31. Dat wordt vandaag... een moeilijke avond voor Charleroi. Maar zoals ik daar juist zeg, ja, Charleroi heeft al is toch wel de openbaring van het seizoen. Als men ziet welke jonge ploeg. Men ziet bijvoorbeeld een Kuta 22 jaar, een Jackson 24, Makwa 20, Pripilic. De Sloveen 21, Osegui, een Amerikaan 24, Lisboa 23, Samarčič 23, SD 20 en dan ja, en dan ook nog Milan Samarčič 23, dat zijn allemaal Fogang 23, dus buiten Liber en Schoepen zijn alle spelers jonger dan 23 jaar en is daarmee de jongste ploeg in eerste klasse. Ondertussen heeft Trotsaard ook een nieuwe Nederlandse jonge speler aangeworven. Een zekere 18-jarige Franken die dit jaar bij Leverkusen in Duitsland speelde. En dan ook nog hebben ze de 19-jarige SD die op de bank zit, die van Gravelin komt. Maar die meestal met de B-ploeg en de eerste top division 1 speelt, tweede klasse. Daar Barcello aan de bal. Samarčič. Die hem hoog oppakt. Ja, Thierry. Screening. Ah. Kon hem misschien toch. Dat Van der Vurst geweest. Dan kwam die bal bij. Zeker bij Buisgaard. Dat was de rollman. Het was goed afgerold. Ja, wanneer dat er geswitcht wordt natuurlijk. Moet men die pas direct kunnen inzet geven aan de rollman. Daar gaat Jackson. Jackson die verleden jaar in Menorca in Spanje speelde. Puerto Ricaan. Marcelo met de eerste optie is altijd de pick and roll bij Oostende. Zeker. Fontaine. Nee, dat is niet het shot. Trafontaine moet zijn shotje kunnen hebben. Zijn tijd kunnen nemen. Dan is het altijd
Laat ons zeggen, hij scoort ook zijn drie punters aan 44%. Dus, maar hij moet zijn tijd hebben. Een contest shot, drie punter, het gaat niet voor Trafontein. En daar de vervanging van Gillet. En daar komt nu Blijnberg in de plaats. Ja, dus we hebben Buisgaard. Dus Blijnberg zal op de 4 spelen. Zal op de 4 positie. En daar slechte communicatie en verdediging bij Oostende. De rebound van Blijnberg. Ja, Blijnberg is toch een veelzijdige speler. Heeft verleden week ook weer al tegen Leuven 13 rebounds genomen. Zondag. Dus, Kairi die terug zijn eigen shot creëert. Maar en daar is de rust aan. We rusten dus met een 62-33 stand. Ja, dus Charleroi zou wel een tandje moeten bijsteken in de tweede helft om eventueel toch de achterstand wat te milderen. Ik zou zeggen tot binnen een tiental minuutjes. Oh!
told you one thing. You know I can't believe it when I hear it. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. So you act right. You think you change your mind? You better change your life or you will both be sorry. Don't you want me? Don't you want me?
Charleroi bij een 62-33 stand. Wat opvalt in de eerste helft, dat is dat dus Oostende zijn driepunters afwerkt aan 55,6%. Ja, dat is een heel goed gemiddelde 10 op 18. Zijn vrijworpen afwerkt aan 92%, 12 op 13. Dus als men dan bij Charleroi kijkt, driepunters 5 op 17. En slechts 6 vrijworpen. Ook in de rebounds is Oostende de baas met 23 rebounds in over 15 voor Charleroi. Wat opvalt bij Charleroi, dat is dat een van de topspelers, Lisboa, de Portugees Lisboa, slechts 3 minuten gespeeld heeft. Dus er moet daar waarschijnlijk een kwetsuur zijn van hun spelverdeler. Dat kan anders niet. Lisboa is ook niet gestart. Ja. Dus, Van der Vurst, Buisgaard, Gillet, Thierry en Blijenberg. En bij Charleroi en Schoepen. Ah, toch Lisboa op het terrein. Fogang, Kuta en Jackson. Porto-Ricaan Jackson. Ja, Lisboa is toch gestart. Ik zeg ja, hij heeft slechts 3 minuten en 7 seconden gespeeld in de eerste helft. Wat niet normaal is. En daar een 1 tegen 1. Ja, voilà. Een heel, heel mooie pivotbeweging. En daar dan toch Lisboa. Ja. Ja, wat betreft Charleroi.
Charleroi, die nu al 62 punten tegenkregen in de eerste helft. En als je ziet dat de gemiddelde tegenpunten in de competitie, in de biedingscompetitie, dat de gemiddelde tegenpunten van Charleroi slechts 73 zijn. Dus 73 punten tegen op een ganse wedstrijd, gemiddeld. En nu hebben ze er al 62 binnen in de eerste helft. Ja, dat zag genoeg. Hè. En kom op, let's go, Olsen, dus, let's Blijnberg. Ja, met de Eurostep. Ja, het handelsmerk van Blijnberg. Dat kan hij als geen ander, de Eurostep. Ja, daar met dan Jackson. Jackson naar Lisboa. Lisboa Jackson. Screening van Kuta. Ja, dat kan eens gebeuren, mindere dag. Maar ik zeg, er komt altijd een terugwedstrijd. En we hebben al gezien, basketwedstrijd. Soms 20 punten achterstaan is nooit gedaan. Hè. Maar Charleroi zal toch moeten een paar stops kunnen creëren. Om toch de min of meer een beetje aan te sluiten. Maar zoals het er nu uitziet. Ja, ik had hier toch een heel spannende match verwacht. We zien de omstandigheden ook. Ja, mooi. En Gillet. Een mislukte rebound van Lisboa. Van de Rust. Die probeert de steal te doen. Ja, de fout van de bal aan Oostende. Ja, er draait niks bij. In tegenstelling tot de vorige wedstrijd vrijdag is er niets die lukt bij Charleroi. En wat ook opvalt, dat is dat Oostende de eerste helft met alle spelers geroteerd heeft, dat geen enkele speler buiten Thierry meer of 10 minuten heeft gespeeld. Fout van Blijnberg. Thierry heeft de eerste helft 14 minuten en een half gespeeld en al de andere spelers hebben een gemiddelde van ongeveer 9 à 10 minuten. Dus er wordt goed geroteerd. Zelfs de 19-jarige Xander Pintelong heeft 4 minuten 30 op het terrein gestaan. Hij zal zeker nog in de tweede helft ook op het terrein komen. Daar terug de rebound. Ja jongens, die Blijnberg. Oh. Ik denk dat Blijnberg de reboundkoning is hier van dit Oostende. Het ganse jaar. Ai, de fout van Schoepen. Even zien. Ja, Blijnberg pakt 4,5 rebounds per wedstrijd. Alleen Bratanovic met 5,9 gaat daarboven. Dus tweede rebounder. Is ook tweede assistgever na de koning van de assists van der Vurst. Beste assistgever in België. En daar de punt van. Het gaat allemaal zo gemakkelijk vandaag voor Oostende. Er is geen tegenstand vandaag. Jammer, jammer voor de wedstrijd. Een spannende wedstrijd. Ja, bal terug aan Oostende. We are BCO, we are BCO, come on! Charleroi moet juist zien dat de wedstrijd van zondag niet overbodig wordt. Sterke Buta. Een sterke inside speler. Waarschijnlijk nog maar dit jaar dat hij volledig doorbreekt. Hij is bij Limburg en Alst. Nooit niet veel. Daar is de pas van de assist naar Antoine Gillet. Ja, het klopt allemaal. Hè. Ik heb zo van die dagen dat het. Als je dan de wedstrijd zag van de competitiewedstrijd, ben je nu in één week tijd. Lisboa, balverlies voor Lisboa en daar gaat Blijnberg zal de bal niet meer kunnen binnenhouden. Mooi, ja, het coach Gerja is kwaad, maar het is toch een goede poging van der Vurst. Ja. Ja, dan kan hij vervangen.
Go aan de bal. Ah, Lisboa die toch niet in zijn gewone doen is hoor. Daar terug een balverlies. Wat is Charleroi aan het crossen vandaag? Hij kent de ploeg niet meer. Coach Schotzaart is een ploeg probeert nog altijd proberen de match te krijgen. Daar Blijenberg, screening van Buisgaard. Voilà. En daar wordt er weer niet goed verdedigd van. Geen help defense. Er wordt ook niet van de weak side hulp geboden. Het is veel te gemakkelijk. Buisgaard aan de vrijworplijn. Ja, de eerste vrijworp gaat binnen. Nee, we zien niet het gewone Charleroi vandaag. En daar de goed gevolgen. Ja, en daar stond Trippelits te slapen. En maakt Gillet daarvan gebruik om een gemakkelijke kost te scoren. Jackson. Van Trippelits. Goa. En daar terug een balverlies. En een steal van... Ja, kijk eens aan. Hier geen sprake mee van de wedstrijd. En daar nog een time-out van Koos Schotzaart. Ja. Een ontketend Oostende. Met een onwaarschijnlijk verschil van 40 punten op het scorebord. Ja, daar kan men daar nog meer over zeggen. En ja, misschien de gelegenheid om eventjes over het geval van Luik te spreken. Ah, leuk, daar is men begonnen aan een volledig nieuwe management. Ja, een nieuwe constructie in Luik. Daar is nu het management in handen van een zekere Ernie Gambo, die nu de baas van Luik is. Ernie Gambo die de schulden van Luik volledig heeft weggeveegd aan 300.000 euro schulden. Maar Luik is in de VZ2, dus hij kan ook niet de eigenaar zijn van de club. Daarbovenop is dan de Michael Sportsgroep, waar de CEO ook spelersmakelaar is. Hij is de spelersmakelaar van Ernie Ham, de speler van Antwerp Giants. En die heeft eenvoudig gezegd tegen het bestuur van Antwerp Giants dat na de feestdagen Ernie Ham niet meer terugkwam naar Antwerpen. Wat gaat er daar gebeuren in Luik? Ja, eerst en vooral, ze hebben al toen behaald bij Brussels. En ja, tot wat zijn ze nog in staat, maar ondertussen is er een onderzoek bezig. Als dat allemaal wel legaal gebeurt. Piet Michael is de CEO van de groep, maar is ook makelaar, spelersmakelaar. En daarbij is Roy Ham is geen buy-out, dus is het contractbreuk dat hij doet. Ja, daar. Ondertussen is de wedstrijd terug bezig. Maar het blijft een hopeloze zaak voor Charleroi. Dus ondertussen speelt Luik weer in de countryhal ook, waar ze vroeger speelden. Doordat ze in haalnood zaten, moesten ze de kosten niet meer betalen. En speelden ze, twee punten van Thierry, speelden ze in een verredelde turnzaal in Hoei. Eerste klasse onwaarde, maar zijn nu terug. Ja, mooie poging van Makwa. Ja, goed, ze zijn ze terug. Ja, razend kwaad. En een driepunter. Bonus vrijworp is ook een driepunter. Vurst. Dus. Leijenberg.
Ja, mooi. En de fout. Fout van Schoepen. Denk ik. Nee. De fout is van Jackson. Ja, Jackson. Verleden week nog, zoals ik zei, achtergebeld. We zien er van een mooie wedstrijd van Charleroi. Is naar de bank en heeft tot nu toe 4 puntjes gescoord. Dus in feite kan men zeggen dat bij Charleroi niemand op de afspraak is vandaag. Ja, en daar 2 vrijworpen van Gillet. En kom op, defense! Ja. Samardzic. Van der Voest op de uit. Daar komt Makwa. Makwa met de screen van Ozege. Ja, die bal moest. Ja, terug. Ja, goed. Goeie handen. Ozege. En daar gaat Buijsen. Nee. Buijsen naar Tairi. Hier de screening van Huisgaard. Ja. En daar Thierry die terug te veel hooi op de vork neemt. Ja, nee, nee. Hij claimt een fout, maar daar gaat Gillet er naartoe. Ik zal het wel zeggen, die Thierry rustig aan. Is niet nodig. Ja, Gutierrez heeft gelijk. Dat is natuurlijk een speler, een jonge speler nog, Thierry, 24 jaar. Voor zijn eerste jaar in Europa. En dat heeft hij dikwijls nog ook. Hij overdrijft soms en ook in verdediging. Is hij niet altijd een betrouwbare pion. On the ball defense is hij goed, maar off the ball defense is het veel minder. Maar ja, dat gaat hij al nog leren. Het is pas 24 jaar. Dus, Buijsen die nog niet en daar gaat hij voor een easy basket. Ja, bal aan Charleroi. Ja, oei, dat is slecht erover. Buijsen heeft zich daar erg bezeerd. Gillet vraagt vervanging aan naar de bank. Is waarschijnlijk tegen de tafel van de, ik heb het niet gezien, de tafel van de pers. Ja, hij gaf van het terrein. Hopelijk is het niet erg voor Buijsen. En daar is dan Trafontein in zijn plaats. Vervangen wil ze jongens voor Spon Buijsen. Zijn plaats komt weer Trafontein. Ja, Buijsen die dit jaar ook een goed jaar heeft, een goed seizoen speelt. Verleden jaar bijna 3/4 van de competitie gekwetst geweest. En dit jaar toch al een paar goede wedstrijden gespeeld. Heeft weet zijn plaats in de ploeg. Dat is de rotatiespeler. Makwa aan de bal. Screening van Ozege. Ozege moet die bal nu krijgen. Ja, nee. Was volledig open. Was goed afgerold. Was volledig open. Ja, daar de fout. Ja, Charleroi die toch. Ook in de eerste helft niet zoveel gescoord heeft. Hij heeft slechts 10 puntjes gescoord in de paint. In de eerste helft laat het hem soms na om de rollman, in de pick and roll, de rollman te bedienen die goed open is. En ja, als hij de bal niet krijgt. Ja, goede rebound boven de ring van Gillet van der Voest. Let's go, Stones, let's go! Die de screening komt zetten. Die hoog de screen komt zetten. Ah, dit is een slechte pas van der Voest. En baan een fout erop. Ja, een botspas naar een grote man. Dat is altijd gevaarlijk natuurlijk. De big man wordt liever de bal aangespeeld. Manshoogte en niet dat hij de bal laag en met de botspas krijgt. Mag nog goede handen hebben.
Buisgaard heeft dat, Batanovic heeft dat. Nou, die is de vrijworp. Ja. En natuurlijk de tweelingbroer Samardžić. Ja, als die te samen op het terrein staan, zijn ze moeilijk te herkennen hoor. En dit is nu het geval. Bij de Samardžić op het terrein. Met Makwa, Osege en Prepelic. Screen, weer een hoge screen van Buisgaard. Ja, en dan naar Tairi. Ja, Tairi over de zijlijn. Voet over de lijn. Balverlies. Dat zijn balverliezen natuurlijk. En daar gaat Servaas Buisgaard naar de bank en komt Bratanovic in de plaats. Marcelo terug ook op de stoel om in te komen in de plaats van Van der Vurst waarschijnlijk. Samardžić. Ja. Ja. Makwa. Ja, terug een balverlies. Oei, oei. De balverliezen stapelen zich op bij Charleroi. Ja, de Vurst. Fontein. Ja, Gillet open shot weer al. Ja, ik zeg nogmaals, spijtig voor de wedstrijd. 33 punten verschil, ja. We hadden hier toch vandaag gehoopt op een spannende wedstrijd. Met in het achterhoofd nog altijd de terugwedstrijd zondag. In de Spirodoom. En om verder te gaan... In het geval van Luik, ja, daar is dus een deining ontstaan. Ze hebben daar ook de coachingstaf, die Ernie Gambo heeft daar de coachingstaf ook ontslagen met coach Bosco en zijn team. En ze hebben daar terug een nieuwe coach aanvaard, de coach Brad Greenberg. Dat is een niet zo onbekende coach. Hij heeft nog assistentcoach geweest in de NBA, de jaren 80. En heeft in niet minder dan 9 landen bij 17 teams gewerkt. Hij heeft toch met zijn Israëlische ploeg de FIBA Europe Cup gewonnen. Dat is wel een grote naam in de coacheswereld. Maar ze hebben daar ook ondertussen een viertal nieuwe spelers bij de ploeg. Waaronder een Puerto Ricaan, Rodriguez. Ja, die Puerto Ricaan is in 3 wedstrijden dat hij gespeeld heeft met Charleroi heeft hij een gemiddelde van met Luik heeft hij een gemiddelde van 19,7 punten. 4 rebounds, 3 assists en 3 steals. Ja, dat is een mooi rapport. En dan hebben ze nog een Amerikaanse centerspeler ook erbij. Samardžić. Dat is Milan Samardžić. En zijn broer is Vukan Samardžić. Barcello terug op het terrein. Barcello zal waarschijnlijk op de 2 spelen en Van der Vurst op de 1 nu. En terug op Pintero. Staat bijna, Oostende staat nu bijna met een second unit op het terrein. Er is al een drietal wedstrijden dat Van der Vurst niet gestart is. En ook Bratanovic niet, dus... Dus Buisgaard, die de laatste 3 wedstrijden... de wedstrijd is begonnen en ook Barcello in de plaats van Van der Vurst. Betrouwbare vrijworpgever Brantanovic. Welke vooruitgang heeft die kerel gemaakt in een jaar tijd?
veelzijdiger geworden ook dit jaar. Ook met de selectie bij de Belgium Lions. En daar op 60 seconden van het einde van de derde quarter zal Charleroi nog een shot nemen. Daar gaat hij. En de fout is van Pintelon. Dan Vukan Samardžić aan de vrijwoordplein. Heeft wegens het afzeggen van een paar spelers bij de Belgium Lions en zijn kans gekregen en heeft zijn eerste kap gekregen bij de Belgium Lions. Samardžić deze zomer. En daar is dan terug Gillet. Let's go, Kairi, let's go. En Troisfontein. Tairi, ja, en terug, was juist op de buzzer, maar geen doelpunt. En daar staat 81-51 op het scorebord, eind van de derde quarter. Jan mag proberen zoveel mogelijk ballen in de tonnen te gooien. Hoe je scoort de bal in de ton, dan gaat... Ja, we hebben ook al een keer over de grens gekeken naar de Nederlandse competitie, die komt er al echt aan. De cross-border competitie met de vijf elite golfploegen en ook de vijf elite golfploegen in Nederland, die dus aan de competitie onderling beginnen. En daar staat Den Bosch, alsjeblieft, 12 wedstrijden gespeeld, geen enkele nederlaag. Op de tweede plaats staat Leiden, zoals verwacht. En op de derde plaats het verrassende Leeuwarden. En dat is nog de ploeg waar sportief manager Tony van den Bos nog coach is geweest in Leeuwarden. En Groningen komt daar op de vierde plaats te staan. Dus het kon het zich terug aan... de competitie door de crossborder competitie. Men heeft wat meewarig gekeken vorig jaar naar de Nederlandse ploegen. We dachten van ja, wat kunnen wij leren van de Nederlanders, maar intussen zijn de Nederlanders toch allemaal met de prijzen gaan lopen vorig jaar. Voor het eerste jaar van de Bienix-competitie. Dus we beginnen eraan binnen een drietal weken. Elite Gold België, Elite Gold Nederland tezamen, dus dat zal ook weer al een achttal wedstrijden zijn. En dan pas... komen de play-offs eraan. Dus als u ziet dat bijvoorbeeld de ploegen in een flow zitten, ja, pas in mei beginnen de play-offs. Dus dat is nog een hele tijd. Ja, de mensen zeggen, ja, de elite silver, wat is er daarmee te winnen? De ploegen van 6 tot 10. Maar de best geplaatste ploeg in de elite silver maakt de promotie naar de elite gold. Voor de play-offs aan te vatten met 6 ploegen dan. Vorig jaar was dat Charleroi. Charleroi die als eerste Belgische ploeg geëindigd was in de elite silverpoelen. Had geen enkele wedstrijd verloren en is dan gepromoveerd bij de vijf van de elite gold. In Nederland, idem dito. Samardžić. En daar terug, slechte pas van Samardžić. Hij was een keer een grote man, maar onmogelijk om die bal te vangen. Marcello met Samardžić en daar de fout van Fogan. Ja, wat Charleroi nu moet doen toch in het vierde quarter, dat is toch proberen van die 30 punten bijvoorbeeld onder de 20 punten te geraken. Ik zeg het, er is nog altijd de terugwedstrijd zondag. Alles kan nog gebeuren en ja,
natuurlijk. Als Charleroi geen stops kan creëren, zal het zeker moeilijk zijn voor zondag. Ik zeg nogmaals, in de Beenix-competitie, Charleroi een gemiddelde van 73 punten tegen. En nu staat al 81 punten op het bord en er is nog een vierde kwart te spelen. Dus ja, het zal normaal misschien een 100 punten zijn. Dat zal er wel nog niet overkomen zijn dit jaar. Stende die in tegenstelling tot in Turkije zijn vrijworpen wel opzet in de eerste helft. 12 op 13. En ik denk dat de tweede helft nog niet gemist is ook. Dus ja. Fout van Jules, denk ik. Ja, Ozier is alweer razend. Niet akkoord met de inzet van de speler, maar ik denk dat hij vandaag mag tevreden zijn over zijn spelers. Ja, dinsdag nog een zware wedstrijd gespeeld te gaan in Başakşehir, met daarop nog verlengingen. Ook de mentale klap dat je krijgt bij zo'n nederlaag natuurlijk. 4 minuten van het einde stond Oostende nog 11 punten voor. En daar de bal inside uitgegeven. En dat is het shot voor Krafontein. Als hij zo'n 6 shotje kan nemen daar, zonder contesting, dat is het shot van Krafontein. Dat is een betrouwbaar 3-punt shotter. Daar Trippelic in de ring tegenover de 2 meter en half lange Blijenberg. Ja, goeie defense en weer al een rebound. Een rebound voor Blijenberg. En daar gaat hij. De easy basket. Veel te gemakkelijk. In enkele tegenstand. Het is als in de boter. Ja, de kop is naar beneden natuurlijk. De Charleroi. En zo ziet men hoe een wedstrijd toch kan in één week tijd kantelen. Charleroi die hier verleden week de pannen van het dak speelde, alles lukte. En Jackson, Lisboa, Makwa, Kuta. Allemaal top vrijdag. Allemaal top. En bij Oostende, ja, was het geulen met de pet op. Zo ziet men maar wat een... Dan zou ik wel zeggen wat de week rust doet, maar dat is in het geval. En dat bewijst eigenlijk maar weer dat degenen die zeggen dat veel wedstrijden spelen, dat alleen maar kan te goede komen dat men liever wedstrijden speelt of dat men traint. Jongens voor de Coca-Cola Dancers! Vele kenners beweren dat tussen de wedstrijden in met de nodige rust. Dat geen probleem mag zijn. 5 wedstrijden in 10 dagen. Zondagnamiddag naar de Spelodoom. En in feite, het is daarvoor te zeggen, maar Oostende mag blij zijn dat ze uit die Champions League, want hadden ze verder gegaan, moesten ze dinsdag al terug Champions League spelen in Bonn. Dus het ging 6 wedstrijden nog zijn natuurlijk. Het is altijd leerzaam voor jonge spelers om Europees te kunnen spelen. Zeker de ploegen die er nu nog in zitten. Daar Samardzic probeert natuurlijk met Blijenberg voor zich. Een meter en half en daar terug hetzelfde fenomeen. Jackson tegen de veel grotere Gillet en niet in een 1 tegen 1 kan. Ja, mooi gedaan. En daar, dat typeert de wedstrijd van vandaag van Charleroi. Niets lukt. Dat is ook het fenomeen van een jonge ploeg natuurlijk. Dat is met hoogten en laagten. En ja, de jonge ploeg van Charleroi heeft op het slechte moment deze inzinking. En daar, stop, ja, rebound van toe. Maar die is hier, wat ik hier.
Zeké ook een speler die er nu uitgaat. 24 jaar. Heeft in Finland gespeeld. En in Duitsland bij Heidelberg. 2,06 meter. Catch and shoot van Gillet. Jackson. Ja, kijk, ja, er gaat, er lukt niks speciaal er wat. Kom aan, los met z'n allen, defense! Wat gebeurt nu? Scheidsrechter gaat naar. Discussie met Gergia. En Gillet moet hem tegenhouden. Een technische fout tegen coach Gergia terug. Waar is dat voor nodig? Er staan 35 punten voor. Kijk. Pascal de Vries. En wat is het? Ik weet niet wat ze zegt. Hij gaat nog één krijgen. Coach Jerry de Klerk en Thierry en Gillet moeten hem tegenhouden. Ah, dat is toch niet meer nodig nu. Er staat 35 punten voor, man. Dat is toch niet nodig. Gillet gaat nu een discussie met Gergia. Hij komt in conflict met Pascal de Vries daar. Discuteren tegen een ander scheidsrechter. Ja. Als we daarmee bezig zijn natuurlijk, moet dat zeggen dat de wedstrijd niet veel meer betekent. Daar Pribilic tegenover Gillet. Ja, mooie beweging, maar de afwerking laat we weer afweten. Ja. Marcello. Lijnberg. Ja, no-look pas van Blijnberg die niet toekomt. De bedoeling was goed. Maar terug discussie. Ah, alsjeblieft. Opzettelijke fout. Opzettelijke fout. En daar gaat Thierry en Trafontein vervangen. Vervangen bij Oostende Jopas voor Olivier Trafontein. Ja. Opzettelijke fout van. Opzettelijke fout van Trafontein. Daar moet weer volledig. De Romein was weer volledig open en die krijgt de pas niet af. Ja, balverlies van Rantanovic. En daar de high score. Please welcome ja, van de Coca-Cola Dancers. Jackson. 68 jaar. Ik zeg het, de terugwedstrijd op de rennen zou er wat toch moeten. Onder de 20 punten, zeker onder de 20, tussen de 15 en de 20 punten raken, dat is nog altijd mogelijk. Met nog 6 minuten 23 op de klok. Maar dan zal dat toch moeten gebeuren met enkele stops. En misschien het 3-punt shot dat zou er wat nog in die laatste. 6 minuten 20 zal terugvinden. Ja, wat had er nu met die. Ja.
discussie. En daar gaan we met Thierry, Gide, Buisgaard, Barcello en Bleienberg voor Oostende. En daar Jackson, Schoepen, Lisboa, Samartic en Nathan Kuta. De Nederlander Nathan Kuta. Ja, Nathan Kuta ook veel minder wedstrijd dan de Beenigste wedstrijd van verleden week. Straks 7 puntjes ook. Er is geen enkele speler van Charleroi die aan dubbele cijfers komt tot nu toe. Zegt genoeg. Marcelo. Daar het midrange shot. Midrange shot van Marcelo die naast gaat. Nou, die scoren vandaag ook onbestaande. Hebben we niet gezien. Jackson. Ja, daar een van de zeldzame korven van Jackson vandaag. Is dat mee, komt daarmee op 9 punten en is met zijn 9 punten topscoorder van Charleroi. Thierry. Op de 1-1 tegen ja, terugbalder die zijn stroom aan het overdrijven. Dat is toch niet mogelijk. Ja, voilà, en daar zijn we. Daar is Charleroi misschien vertrokken. Nog 5 minuten. Ja, dat kan misschien de korst zijn van het vertrouwen. Wetende dat er nog een wedstrijd is. Waarom niet? En daar Bavelis, ja, voilà. Ja, en de fout van Buisgaard. Ja, natuurlijk, Lisboa stond tegen de veel grotere Buisgaard. Is veel vlugger dan Buisgaard. Buisgaard te laat en je moet dan de fout maken. Ja. Ondertussen is het van 30 punten naar 22. Ik zeg het, ja, dikwijls een driepunter kan het vertrouwen teruggeven aan de ploeg. Ja, natuurlijk de vrijworpen. En terug, ja, een goede save van Barcello. Daar de bal nog op de valreep kunnen binnenhouden. En daar Thierry. Thierry die toch probeert te bewijzen aan Jackson wat hij in zijn mars heeft, maar ja, dat is hij. Ja, voilà, dat is Thierry. Hij had 2 keer balverlies leed en dan had hij 2 keer een easy basket schoen. Een high percent basket. Ja, Lisboa. Ja, mooi, ja, voilà. Charleroi heeft nog 4 minuten. Nog wat van die. Barcello springt van Buisgaard. Thierry. Rescreening van Buisgaard. Daar de fout van Jackson. Jackson. Beweert dat die Rodriguez dat nu in Luik speelt. Dat hij Ernie Hamboom binnengebracht heeft. Dat hij nog een betere uitgave is van hem. Speelt samen in de Puerto Ricaanse nationale ploeg. Rodriguez van Luik heeft in 3 wedstrijden dat hij meegedaan heeft een gemiddelde van 19,8 punten alstublieft. Dus dat zal wel een hoogvlieger zijn. Daar is...
hoe kwamen ze die, en leuk die Amerikaan, Jamel Huggins, 2 meter en 6, een Amerikaan, heeft ook in die 3 wedstrijden ook een gemiddelde van 12 punten en 6 rebounds. En dan hebben ze nog ook Toomba. En kom op, defense! De bedoeling van die Gambi is om zo vlug mogelijk Europees te kunnen spelen en volgend jaar mee te doen in de top 3 in de Phoenix competitie. En een mooi blokshot van Blijenberg. Ja, daar moest die bal. En daar heeft hij die mismatch met Jackson. Kijk, Blijenberg is niet tevreden. 2 meter en half tegenover 1,86 meter. En toch blijft Tyree met de bal. Blijenberg moest al lang die bal gekregen hebben. Nu inside. Dat zou moeilijker gaan tegen Buta. En daar de catch and shoot van Gillet. Van Buta. Ja, kijk, dat is, ja, dat is een wanhoopspoging. Ja. En de Arab-flakkering van Charleroi is maar van korte duur. Ja, balverlies van Blijenberg. Boa. De bal blijft bij Charleroi. Come on, we are BCO! We are BCO! Zo kabbelt de wedstrijd verder. Nog 2 minuten 25 op de klok. Ja, de rebound van Makuta. Goed uitgeblokt van de Oostende speler. En daar maakt Buta gebruik van om 2 punten zijn konto te schrijven. Blijenberg van der Vurst. Ja, en daar de 3 punter. Tweede helft veel minder bij Oostende, de 3 punters. Ja, een mooie drive. Kiest voor de high percent shooting, de lay-up. En daar een time-out. En er is ook goed nieuws gekomen van de FIBA. Het is officieel dat volgende maand de Youth Champions League zal beginnen. Dus Champions League voor de U18. Spelers van 16, 17 jaar. En daar is Oostende dus als champion nu deelnemen bij de seniors verkozen om de eerste maal deel te nemen. Ja, dat zijn allemaal ploegen. Dat zal gespeeld worden in Turkije, in Bursa. En daar zal er in 2 poules van 5 gespeeld worden. Het waren ook Nimburg, Tsjechische Nimburg, Apus Jeruzalem, Igokeo uit Bosnië en Herzegovina, Tenerife, Ludwigsburg, Ritas Vilnius, Murcia, Tufas Bursa. Die zullen dus in 2 pools van 5 verdeeld worden. Die spelen dus allemaal in Bursa. Het zal in de vakantie zijn natuurlijk. De schifting gebeurt reeds volgende maand. En dan worden er 3 dagen in een groep gespeeld. En de halve finales en dan ook de van 5 tot 8 enzovoort wordt dan op 15 april gespeeld. Dus voor de jonge gasten van 16, 17 jaar is dat een enorme belevenis. Tegen leeftijdsgenoten spelen uit Spanje en Turkije en Griekenland enzovoort. Dat is een enorme ervaring en daar natuurlijk weer al. Er is geen enkele speler die zo'n kort vision heeft of van der Vurst. Die zag daar direct al. Het was nog maar over de helft van het terrein dat de buisgaard open was. Ja.
driepunter van ja, de driepunters die de tweede helft is heel wat minder voorstaande. En daar de inside pass naar Kuta. De goede verdediging van Buisgaard. En daar is terug discussie. Ja, Lisboa. Dus die onder. Ja, natuurlijk, hè. Jackson in de neer. Ja, natuurlijk, tegen de veel grotere. Ja. Daar de driepunter van Samardžić. Ja. 76 voor Charleroi. Nog de laatste. Ja, Charleroi zal nogmaals de bal hebben. Rust aan de bal. Tahiri zal toch weer proberen 1 tegen 1 tegen Jackson. Ja. Ja. Ja, goede rebound van Buisgaard. Ja, toch is Charleroi toch genaderd tot op 16 punten, hoor. Ja, van 30 punten achterstand bij de rust. Denk ik toch, ja. Naar 16 punten. En nogmaals, het is nog altijd de wedstrijd zondag in Charleroi. Ja, twee vrijworpen van Buisgaard. Veel te plat natuurlijk. Ja. Maar niet dat boogje in zijn vrijworpen. 0 op 3 en de bal is aan Charleroi, denk ik. Ja, een goede beslissing. Anders. Ja, coach Rotsaar vraagt. Ja. De challenge? Nee. Moet hem niet hebben. Ik dacht dat hij de challenge aan vroeg. Ja, 16 puntjes. Stende zal er nog moeten voorspelen in Charleroi, hoor. Ja. De wedstrijd is geëindigd op een 92-76 stand. En zodoende is er toch nog een terugwedstrijd in Charleroi waar de beslissing toch nog niet vandaag gevallen is. Dus ik zou zeggen, we kijken uit naar zondagmiddag om 15:30 in de Spiridon in Charleroi. Ik bedank de kijkers en tot de volgende keer. Dus na die wedstrijd zal weten wie doorgaat naar de finale.